Ja, hier ook niet. Ja, als je een sportprobleem hebt, dan kun je ons een mailtje sturen. Dan lossen we je sportprobleem op. En we krijgen echt hele gekke vragen. Wat is dan die wens? Dat ik heel graag fijn dat ze waar ze wil. Ik wil graag auto leren trekken van Alex Mulder. Wij wilden graag racen tegen Joya. Ja. Echt? Ja. Ja. Maar dan net iets anders. Bijna doe ik het een beetje goed. Ja. Ja hoor. Ja? Nee, wat wil jij nou heel graag? Ik wil sportverslaggever worden. Ja. Ik speel zelf bij MVV. En Tom Dumoulin is ook een fan van MVV. Ik zou heel graag een keertje shirtje willen ruilen. Wat willen jullie dan? Willen jullie nog een TikTok-dansje met ons opnemen? Kijk, TikTok-filmpje. Nou, gaan we dan. Kim, wat wil je eigenlijk laten worden? Ik wil superwoman worden. Oh, mooi. En je vader en moeder zullen dat ook wel mooi vinden. Wat dacht jij te doen, kleintje? Help dan toch. Hey, kijk daar, 5 euro. 5 euro? Huh? Ah, ai. Wie is hier nou het kleintje? Ja, nee, hier is er ook niet. Kijk, die vragen die gaan we natuurlijk altijd oplossen. Die sportproblemen doen we. Maar er is één vraag en die komt continu terug. En dat is deze vraag. Hey, hoi! Hij is voor. Ik wil heel graag de Arabier flikvlak. De Arabier flikvlak. Arabier flikvlak salto. De Arabier flikvlak salto. Arabier flikvlak salto. Arabier flikvlak salto leren. En om daar nou een keer voor altijd van af te zijn, ga ik één hele goede uitlegvideo maken. Ja, van de Arabier flikvlak salto. Precies. Maar kijk, dat kan ik natuurlijk niet zelf. Daar heb ik iemand voor nodig. En diegene, die heeft al een paar keer in Zepkast gezeten. Hallo, ik ben Ethel Ratorsjeteer. Ik ben 14 jaar oud. En ga volgend weekend meedoen aan het NK. Hoe is het? Ja, goed hoor. Je bent de jongste, hè? Jij was de jongste die erheen is gegaan, hè? Ja, hier bij ons ben je eerste. Wacht even, we doen zo even op. Gaat hij? Alsjeblieft. Hi. Ja! Kasseer het dan. Wij dachten, wij kleden ons als Viking. Dan wil je ons misschien wel even helpen. Tuurlijk. Ben je? Hoe is het met je? Ja, goed. Leuk je te zien. Ja. Waar ik hier voor ben is, we krijgen heel veel brieven binnen. Echt heel veel. Dat je zegt, zijn het veel? Heel veel brieven. Okay. Zakkenvol over kinderen die heel graag de Arabier flikvlak willen leren. Met salto. Dus toen dacht ik, waarom zou jij het niet kunnen? Zou jij het misschien niet willen? Misschien kan je dat zelf doen. Nou, ja, dat snap ik. Maar ik kom tegenwoordig ook niet. Luister, doe jij even stretchen, dan kom ik zo bij je terug en dan kijken we wel wat we doen. Nou, ik zou het graag willen filmen en dat jij het dan. Nou ja, doe even je ding, denk er even over na. Ding doen. Hopen dat ze ja zegt. Anders hebben we een klein probleem. Hè? We mogen ook proberen eigenlijk. Oh, nou, wat leuk! Leuk, hè? Dat is een geintje natuurlijk. Tuurlijk wil ik je helpen. 20-jarig jubileum. En weet je wat ik mee heb? Ik heb voor jou een feestmuts. Nee. Jawel. Ja? Oh. Ja. Oh. Ja. Maar heel leuk. Nou, de Arabier flikvlak. Ik ben zo blij dat je het wilt doen. Ik doe sowieso deze muts natuurlijk af. Ja. En dan mag jij hem natuurlijk ophouden, dat snap je wel. Dat snap ik. Ja. Nou, en dan gaan we het even op. Ja, goed. Dan ga ik even de camera zoeken. Fijn. Ik ga op de play drukken. Ja, dat is goed. Stap 1 is de Arabier. Je doet een voorhup. Dan is het zet je. Als ik zo film trouwens, of is het zo? Ja, ik stap even zo. Ja, zo maakt niet uit, Ron. Oh, maakt niet even uit. Even opnieuw doen, dan heb ik in ieder geval. Oké, ik begin. Ja. We rennen aan. Vervolgens doen we een voorhup. Met je knie omhoog. Daarna doe je je armen 1 voor 1 op de grond. Mag ik ook? Maakt het uit welke knie ook? Nou ja, de ene die doet zijn Arabier naar rechts en de ander naar links. Als je de rechterkant doet, zoals ik, dan doe je je rechterknie omhoog. Ja. En daarna doe je je rechterhand eerst op de grond, dan je linkerhand. Je duwt van je armen af en je maakt een courbette. Dus van hol naar bol. Een courbette? Een courbette. Een courbette. Ja, we gaan niet courbetten. Courbette. Dus dit is stap 1. Dit is stap 1. Ja. Stap 2. Ja. De flikvlak. Je bent hier uitgekomen in een hele strakke positie. Je zorgt dat je je knieën buigt. Je strekt ze heel goed door naar achter.
zwaait je armen onder, zeg maar naar achter, onderlangs. En dan maak je een mooie handstand. Die handstand maak je weer een courbette. En dan heb je stap 2 al gedaan. Dat is stap 2. Dat is stap 2. Stap 3 is dat je naar een salto gaat. En dat is een hurksalto. Die hurksalto zorgt dat je heupen strekt. Je maakt hem heel bol, klein. Je zorgt dat je hoofd neutraal blijft, dus niet hier en niet hier. Maak je een bolletje en dan spot je de landing. Dus je kijkt waar je landt en dan sta je hier en dan heb je het gedaan. Dus je landt hier. Absoluut goed. Had ik ook eigenlijk kunnen doen. Ja, dat dus... had je ook kunnen doen, maar ja, ja goed. Oké, okay, nu is het in zijn geheel. Moet je wel echt net iets opzij, hè? Want anders dan spring ik tegen je aan. Maar ik ga op tijd opzij. Hoppakee, ik heb hem, hij staat erop. Namens al die kinderen, dankjewel. Nu kan ik ze gewoon zo'n filmpje sturen. Precies, leuk. Ja, nou, dankjewel. Je moet nog trainen, neem ik aan. Ja, zeker. Oké. Doeg. Ik heb hem. Kijk, dat is mooi, hè? Dan hoef ik iedereen alleen maar zo'n filmpje te sturen. Kijk, dit, kijk hier. Kijk. Ik heb hem, hij staat erop. Nou, al die kinderen, die duizenden kinderen die ons elke keer... Ik heb hem niet opgenomen.